In Dit is niet mijn wereldvriend lopen schrijver Herman Brusselmans en YouTube-ster Die Tim ieder een dag mee in elkaars leven. Wilt u nog wat zeggen tegen mijn kijkers? Nu al? Ik ga nog een paar uur wachten om iets tegen je kijkers te zeggen. Oké, is goed. De losers. Waar de een zijn hele leven op video vastlegt. Dit keer binnenkomen in de omgeving. Of niet? Heeft de ander een grondige hekel aan social media. Ik vind het allemaal een beetje kinderachtig. Maar hoe kijken de tegenpolen na 2 dagen tegen elkaar aan? Misschien ga ik wel een keer een kolompje of zo van die lezen. Ja, ja. Oké, ik zal een heel kort kolompje schrijven. Hebben we jou ooit op social media zien? Nee. Fuck de social media! Vlogger Tim van Teunenbroek, beter bekend als Die Tim, voormalig Snapking, is een controversiële YouTube-ster die zijn geld verdient met het plaatsen van vaak schokkende video's. Ze willen je neuken. En ach, je wil je heel hard neuken, hè, sletje. Deze twintiger staat met zijn online leven in schril contrast met de Belgische schrijver Herman Brusselmans. Ik hoop dat er ooit eens een Vlaming of een Nederlander, om het even van 22 opstaat, die dan een ongelooflijk fantastisch boek schrijft, dat iedereen omver blaast, maar voorlopig gebeurt dat niet. Die een teruggetrokken leven leidt en eigenlijk helemaal niks heeft met social media. Beide mannen leven in 2 totaal verschillende werelden. Maar wat kunnen deze mannen van elkaar leren als ze 2 dagen met elkaar meelopen in elkaars leven? Terwijl ik in zijn woonplaats Gent op Herman sta te wachten, denk ik aan een alinea uit een van zijn weinig verhullende boeken. Zo schrijft hij: het wijf droeg een nachtjapon voor het laatst. Brillenkas rukte hem van haar sompige lijf en ramde meteen 2 van zijn vingers in haar kut. Hij kneep haar clitoris tot moes. Ik denk niet dat ze daarvan een orgasme kreeg. Nou, dat belooft nog wat voor de komende 2 dagen. Ha, Charlotte, oude gabber. Oude gabber, ja goed. Met jou? Was het vroeg? Het is vroeg. Ja? Wat gaan we doen? We gaan naar Nederland. Ik ga je meenemen. Gaan we rijden? Helemaal naar Nederland? Ja, we gaan helemaal rijden. 250 kilometer. Ja, dat kan je aan, toch? Oei, oei, oei. Heb jij een beeld van Tim? Wat hij doet is bezig zijn met vloggen. Als het zo heet, met vlogs. En dat is totaal mijn wereld niet. Ik kan er niet bij dat iemand de helft van zijn tijd doorbrengt met filmpjes maken en met de telefoon bezig zijn. En waarom kan je daar geen voorstelling bij maken? Omdat mij geen fuck interesseert. Maar die mensen die alleen maar over zichzelf dingen posten, dat moet ik echt niet. Dat moet ik echt niet. Kan jij je bijvoorbeeld voorstellen dat je 's ochtends vlogt over wat je die dag gaat ontbijten? Dat zou ik nooit doen. En als zij dat wel doet, zou me dat serieus tegenvallen. Tenzij hij bijvoorbeeld zegt: ik heb mijn kat gevild en die ga ik nu opeten, weet je wel? Ik heb sowieso niks met de sociale media. Ik zit op niks. En dat is dus compleet anders dan Tim, wiens leven volledig in het teken staat van social media. Voor mij komt hij daar aan. Ik ben lekker aan het sporten. Ik ben benieuwd of hij sportief is. Herman. Ja, Tim. Alles goed? Lang geleden, jongen. Lang geleden. Ja, lang geleden, ja. Hoe is het ondertussen met jou? Hoe gaat het met u? Goed, zeg maar jij, hè. We gaan vandaag sporten. Ja, maar ik train niet, hè. Traint u niet? Nee. Ik train niet. Het is verboden om inspanningen te doen door de dokter. Wat kan u wel? Niks. Gewoon op een bankje zitten en kijken hoe jij het doet. Wilt u nog wat zeggen tegen mijn kijkers? Nu al? Ik ga nog een paar uur wachten om iets tegen je kijkers te zeggen. Oké, is goed. De losers. De losers, ja, Herman. Begrijp je dat? Dat Tim dat vlogt? Het is niet mijn wereld, snap je? Maar je gaat niks doen? Ja, ik ga kijken. Is goed? Ja, voilà. Mag je hier roken? Nee, zeker? Ja, het is een sportschool, Herman. het is een gezond leefje. Het interesseert me natuurlijk wel, of intrigeert me dat iemand met het opnemen van filmpjes met de telefoon en dat online plaatsen geld verdient, dat het zijn vak is. En ik wil wel eens zien hoe dat werkt. Churchill, en je is heel oud geworden. Hè. Ze vroegen hem: hoe komt het dat je zo oud bent geworden? No sports, zei hij. En heel veel roken. En sigaren roken. Ja. Die man is 85 of zo geworden. Ik ga even naar Tim toe. Ik zou zeggen, geniet van je bakje koffie. Tot straks, hè. Lekker aan het trainen. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Ja. Wat voor beeld heb je van Herman? Hij is een schrijver, ja. Het is wat anders toch dan een telefoon in een boek. Dus ja, ik ben benieuwd. Heb je wel eens een van zijn boeken gelezen? Mm,
Eerlijk gezegd, nee. Hou je überhaupt van lezen? Ik ben niet echt van de boeken, nee. Want wanneer was de laatste keer dat je een boek had gelezen? Ik denk toch wel in groep 8 of zo. Toch wel. Ja, dat is wel echt een tijdje geleden. Ja, ik denk toch wel op de basisschool, hoor. Ik denk dat het wel een leuke dag wordt. Ik denk dat hij wel gaat denken van wow. Dat het toch wel veel werk met zich meeneemt, dat social media en dat influencer gedoe. Maar hij gaat wel denken van, het is wel een heel ander wereldje dan waar ik in leef. Zo, Tim. Shaky. Lekker shaky. Hij is een shake. Doe je dat ook omdat je ja, het belangrijk vindt hoe je eruit ziet? Nee, ja, veel sport? Dat is wel een van de punten, ja. Ik bedoel, als je een foto post op Instagram en je hebt een goed lichaam, ja. Ten eerste, ja, het pakt wel meer likes dan normaal. En ik bedoel, het is gewoon goed om aan je kijkers te laten zien van je bent gezond bezig. En sommige kijkers nemen ook wel een voorbeeld van dat. Die gaan door mij bijvoorbeeld naar de gym of die gaan door mij sporten. Of die eten bijvoorbeeld ook gezondere dingen door mij. Dus dat is wel goed als je een goed voorbeeld geeft dan. Mijn vriendin en ik gaan soms wel eens kijken, ik denk dat het op Instagram is, naar foto's van bekende Nederlanders die iedere dag nieuwe foto's plaatsen. En dan zie je Sylvie Meijs in een blauwe bikini en de dag nadien in een rode bikini. En dan Jolante Cabau van Kasbergen met haar kind. Dan denk ik van fuck off met je kind, wat kan mij je kind schelen, weet je wel? Ja. Kijk, mocht ze dat kind nu door een brandende hoepel gooien en aan de andere kant weer opvangen, dat is weer wat anders. Dan krijg je kunst, snap je? Ja, heeft u eigenlijk Instagram? Nee, ik heb vroeger niks. Geen Instagram, Facebook ook niet? Nee, niks. Oh, dat is heel erg offline, ja. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, nee, ik natuurlijk niet, nee. Maar ik bedoel, het zou wel leuk zijn. En ik denk dat het wel echt heel grappig zou zijn als je bijvoorbeeld een keertje een Instagram-pagina aanmaakt en zegt gewoon ergens van, oké, ik heb Instagram. Ja, maar ik moet zeggen, zoals jij dan wel geïnteresseerd bent in al die dingen, ben ik het niet, snap je? Met u het niet, nee. Ja. Ja, mensen die een offline leven leiden, denk ik dat ze het heel rustig hebben. Ik bedoel, je hebt geen stress misschien. Ik bedoel, ja, je hebt wel stress aan andere dingen, maar ik bedoel, geen social media, geen reacties lezen. Of bijvoorbeeld, weet je, mensen die een beetje rot reageren op je onder een foto of onder een video. Hij heeft het allemaal niet. Gaan we dan? We gaan op weg naar Tim's kantoor. Tim is bekend geworden als de treitervlogger Snapking. En dat terwijl hij zelf ook geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. Vroeger was ik wel heel erg onzeker over mezelf. Ja. Omdat ik vroeger op de middelbare school heel erg werd gepest. Ja? Waar ben je dan? Ja, ik werd heel erg gepest. Ik had heel veel puistjes en pukkels op mijn lichaam. Ja, wie niet op die leeftijd? Nee, alleen ja, mij hadden ze toen een soort van te pakken toen. En noemden ze me elke dag een soort van puistenkop. En ik spijbelde heel vaak om niet naar school te gaan. Kijk, op social media lijk ik misschien wel altijd wel een blij iemand en altijd wel een druk iemand en aanwezig. Zoals je ziet, ik heb de ballonnen. Het budget was natuurlijk niet hoog, zoals je weet. De roos zijn er niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er. Jullie dachten dat ik nooit terugkwam, maar ik ben er weer. Maar in het echte leven, zonder camera's en zo, is het toch wel heel anders, hoor. Wie is Tim dan, zonder camera's? Ja, Tim zonder camera's is toch wel... Kijk, mensen denken altijd dat ik wel een soort van agressief of druk persoon ben. Ik ben eigenlijk gewoon in het echt gewoon een heel rustig persoon. En ja, heel nerveus meestal. Als ik in situaties kom waar heel veel drukte is, weet je. Als treitervlogger Snapking schold Tim vaak willekeurige mensen uit. Deze mevrouw die mij filmt met de iPad. Slaat straks een hele kanker iPad uit de kankhanden. Voor sommige van deze beledigingen heeft hij een werkstraf gekregen. Wat is dan voor jou de reden geweest dat je het, ja, dat je pesterijen zelf hebt ervaren? Dat je weet hoe erg het is en dat je vervolgens zelf destijds, bekend wordt met dingetjes pesterijen. Heb gedaan, ja, ik denk toch wel een soort van onzekerheid. Dat je een soort van, ja, niet lekker in je vel gaat voelen, maar meer van, oké, ik heb destijds, ben ik heel erg gepest, ik wil niet weer terugvallen hoe het was. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik bedoel meer van, het is gewoon, je wil nooit meer dat ervaren. Maar er zit een verschil tussen je wil dat nooit meer ervaren of vervolgens andere mensen gaan pesten die zich dus net zo slecht gaan voelen als hoe ik me destijds voelde. Hoe jij je destijds hebt gevoeld. Nee, en je tuurlijk, weet hoe erg dat was. Nee, tuurlijk, ja. Ik bedoel, dat is echt... Ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met dat social media, hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je 3-4 ton volgers binnen een jaar. En komt er heel veel bij kijken. En je hebt zoveel druk achter je en je moet blijven presteren. En ik was gewoon heel onervaren ook destijds. Ik was jong en ik was naïef en het was gewoon... Ik had niemand om me heen die zei van oké, Tim, als je dat nu gaat doen, gaat het niet goed uitpakken. Weet je, ik was gewoon alleen. Ik deed gewoon alleen mijn werk. Tim, laten we even wel wezen. Iedereen begrijpt natuurlijk dat je niet zomaar iemand voor kankerhoer gaat uitschelden. Nee, natuurlijk niet. Dat is zeker niet goed. Ik bedoel, jij bent veroordeeld
Nee. Omdat je een jongen met het syndroom van Down hebt vernederd. Daar heb je echt niemand voor nodig. Klopt. Je hebt zelf ook ergens een moreel kompas, toch? Je weet dat dat gewoon niet kan. Punt. Nee, tuurlijk kan dat niet. Ik bedoel, tuurlijk is dat dom. Ik ben gewoon blij dat ik nu gewoon de goede en de juiste mensen om me heen heb die denken van oké, laat me je gewoon daarbij helpen als je nu een keuze maakt. Nu is Tim het gezicht van Die Tim. Een YouTube-kanaal met een eigen kantoor in Almere. Nou, welkom. Dank je. Welkom. Hier zit ik dan meestal. Ja, jongens. Mooi. Oh, wow. Is een kantoorpandje. Het is groot. Mag wel kosten. Hoi. Ben jij de baas? Ja, gedeeltelijk. Hij is een big boss. Hou jij Tim een beetje in het gareel? Ja, kom maar verder, zou ik zeggen. Dank je. Hoe lang kennen jullie elkaar nu? Ja, we kennen elkaar wel ongeveer een jaar. Tim heeft... Sinds die switch eigenlijk. Ja, sinds Tim eigenlijk een nieuw pad wil bewandelen. Ja. Kijk, dat bedoel ik ook met de mensen om me heen die bijvoorbeeld dingen zeggen van oké, dat is wel handig en dat is niet handig. Dat is hij dan een van de mensen die dat ook soms bepaalt. Dus daar ben ik wel blij om. Ik zou wel eens een filmpje willen zien van dat eigenlijk je eerste imago meer bepaald heeft. Hoe ik vroeger was. Ja, van een paar jaar geleden. Alles staat wel offline, dus ik zou het wel even via YouTube moeten gaan zoeken. Maar ja, dat is geen probleem. Nou, dit was ik... Dit deed ik vroeger. Zullen jullie neuken? Dat is wel erg. Even om te zien hoe dat. Ik wil je heel hard neuken, hè, sletje. Vieze slet dat je er bent. Mekkie salaris, hè, vieze hoedje. Ik wil je in je ogen spuiten. Sperma. Yes. Ik zie je zelf wel nog erg van, hoor. En hier is veel om te doen geweest. Ik vind het echt tegen een vrouw hoe roepen en dan heel hard wegrennen. Wat een kind van 7 doet. Maar dat is toch treurig? Ja, dat is treurig. Dat moet je niet doen. Heel kinderachtig. Maar om nu te zeggen dat ik hierdoor gechoqueerd ben, of dat ik hierdoor denk dit meisje is beschadigd voor de rest van haar leven, nee. En als maar hoe ver kan je gaan als het gaat om beledigen van anderen? Het hangt ervan af. Kijk, als het echt zo duidelijk is dat die jongen aan het stuur niet echt meent dat dat meisje effectief een hoer is, dan denk ik, dan kun je redelijk ver gaan. Ik beledig ook wel, maar ik ga niet iemand op straat bewust staan uitschelden. Dat is een belediging voor het beledigen, is dat. En dat is ook iemand denigreren die zich ook niet kan verdedigen, weet je wel. En nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee. Ik zie hier een grabbelt ontstaan. Ja, met een hartje. Met een hartje erop. Hier is ook een microfoon met een hartje. Ja. Dus dan ga ik me denk ik maar omkleden. En dan gaan we de stad in. Ik ben heel benieuwd hoe jij eruit gaat zien. Ja? Yes. Okay. Nou, u mevrouw. Dank je, Herman. Hoer. She's got the potion and the motion. When I'm feeling low, when my love starts to flow. Tegenwoordig is Tim een zelfbenoemde liefdesdokter die op straat brutale vragen stelt aan koppels. Dat doet hij met een heel team. Zijn kanaal heeft bijna 500.000 volgers. Love opname, actie. Welkom bij een gloednieuwe serie Die Grabbelton. Die Grabbelton is een programma waarin ik op zoek ga naar random koppels in verschillende steden in Nederland. Dit keer ben ik Almere in Oké, doen we nog één keer. Camera en actie, kom maar Tim. Dit keer zijn we in Almere en we gaan kijken hoe groot de liefde in Almere is. Die Grabbelton! Daar is hij dan, gaan we graaien. Ben je een beetje goed in graaien? Oké. Okay. Open hem maar. Okay. Als je kon kiezen tussen miljoen euro of relatie behouden, wat zou je dan kiezen? Ja, relatie natuurlijk. Je zou de relatie behouden? Ja, tuurlijk. Ja, daar heb ik meer aan dan een miljoen. Dat gaat ook denk ik weer zo op. Dat is het gevoeligste plekje, ja. Ja, nou, oma is altijd wel een gevoelig plekje. Nek ook al, ja. En andersom? Ja, eigenlijk is zijn oor inderdaad. Meestal wel, denk ik. Ja. En niet zijn, bijvoorbeeld niet zijn lul of zo? Ja, tuurlijk, maar het begint... Dat bedoelt hij met niet kunnen benoemen. Hè? Zo wordt het te persoonlijk natuurlijk. Hè? Maar dat gaan we dan niet zeggen. Hè? Het is een oor. Het is een oor. Ja, het is netjes. We houden het netjes helemaal vandaag. Absoluut, ja. Wanneer hebben jullie voor het laatst seks gehad? Zo, moeten we dat aan jullie vertellen? Nee, nou, dat hoeft niet natuurlijk. Maar het is hoe open u bent over uw relatie. Nou, de relatie is goed. Laat ik het daarmee ophouden. De Love Drive! Hey, daar ben ik weer. Ik was er nog steeds. Ik vind het allemaal een beetje... Ja, excusez mon French, maar een beetje kinderachtig. Ze zijn nep, de rozen. Ik denk toch van, jongens, ga iets doen, weet je wel. Ja. Als hobby is dat allemaal oké. Okay. Maar als dit echt een vak moet worden... Nee, dat zou ik echt niet zien zitten. Het is braaf. Het is heel braaf.
Ja. Dus we hebben hier duidelijk te maken met iemand die op korte tijd zijn imago wil veranderen. Ja. En dat is oké, okay, dat is oké, okay, want het vorige was gewoon kinderachtige bullshit dat hij nooit moeten doen. En dit zou misschien ook niet moeten doen. We zitten nu in de auto met Herman. Herman, hoe vind je het deze dag? Vermoeiend, Tim. Heel boeiend, interessant, leuk. Maar ook vermoeiend, hè. Als YouTuber is Tim altijd online. En dat levert hem soms veel stress op. Na 2-3 dagen, als ik niks van mezelf laat horen op mijn Instagram of Snapchat, gaan mensen al denken van, ja, waar ben je? Ben je, ja, ben je dood? Ben je op vakantie? Je moet altijd wel laten weten wat je doet. Ja. Elke dag wel. Ja, dat is wel echt een... Het is een job hoor, waar je voor je hebt gekozen. Ja. Als mensen je op een gegeven moment saai vinden, ja, dan gaan ze denken van ja, ik ontvolg je, je post niks meer. Dus je moet blijven, je moet creatief blijven. Weet je, als wij klaar zijn straks en ik ben thuis, dan zit je alsnog op Instagram en dan ga je alsnog kijken wat er is gebeurd vandaag. Want je hebt vandaag veel gemist, toch? Omdat ik niet veel op social media heb gezeten. Dan ga je alsnog kijken wat voor berichtjes heb ik binnengekregen. Dus buiten het werk om, dus na die opname straks, ben je alsnog bezig met je werk. Ja. Dus eigenlijk ben je er echt 24/7 mee bezig. Dat is wel echt een dingetje hoor. Maar vind je dat dan niet heel vermoeiend dat je dus continu, als jij een keertje mindere weken hebt, dat je continu shit moet posten? Ja, ik ben wel eens. Natuurlijk heb ik wel eens een mindere week gehad dat ik dacht bij mezelf, ik heb echt geen zin om dingen te posten. En dan moet je toch alsnog een glimlach tonen. Snap je? Je moet alsnog een glimlach laten zien op je, op je Instagram, op je Snapchat. Je moet toch laten zien van ik ben er jongens, ik ben er wel voor jullie. Maar je weet toch, misschien van binnen ben ik eventjes, heb ik even een rot gevoel. Ja. Dat is echt zo, ja. Maar ben je er echt gelukkig mee? Ja, het is gewoon, het is een soort van hobby, het is gewoon je werk geworden. Ja. Ik denk niet dat hij gelukkig is. Ik heb nu een paar uur met hem doorgebracht en ik zie niet een gelukkige jongen voor mij. Nee. Ik denk dat hij iemand is die nu begint te beseffen dat dit ook niet alles is. Nee, je gaat een jasje aandoen en je bent een liefdesdokter en je spreekt wat mensen aan. Wat ben je ermee? Sinds zijn break-up met vlogger Femke Louise, met wie hij 3 jaar samen was, woont Tim weer thuis. Zijn ouders hebben in het verleden veel met hem te stellen gehad. Nou, welkom. Dankjewel, Tim. Ja. Willen jullie wat drinken? Ik wil een kop koffie. Kop koffie? Ja. Tim is heel erg veranderd. En in het hele goede. Het was in het begin dat ik echt wel dacht van, oké. Wat doe je? En dat wij er ook niet echt allemaal, mijn man en ik, achter gestaan hebben. Hebben jullie toen ook de filmpjes gezien die Tim toen de tijd maakte? Ja, hebben we wel gezien. Ik heb ze niet allemaal gekeken, zeg ik ook heel eerlijk. Want ja, dat ik dat toch niet wou. En dat ik dacht van, is dat wel verstandig wat je geweest hebt? En dat hebben we ook wel gezegd. Maar ja, het is dan al gebeurd natuurlijk. Hè? De filmpjes zijn onder buiten gebracht. Ja, en dan kun je er nog heel weinig als moeder of als vader aan doen. En werd je daar veel op aangesproken dan? Ja. Ja? Ja. Dus het bleek dat die filmpjes enorm bekeken werden. Ja, heel veel. En ja, eigenlijk heel veel werden ze bekeken. Maar dan weet je toch, als moeder zijnde, als ik op straat liep, dan werd het toch wel gezegd van, dat is de moeder. Ja? Ja. Geen zover. Ja. Wat ze meestal zeiden van, oh, hij komt zeker uit een asociaal gezin. En het zijn ASO-ouders, daar heb je het van. Nou ja, ja. En dat doet wel zeer. Ja. Ja. En zijn er ook mensen in jullie omgeving geweest die daardoor zoiets hadden van, ik sta zo niet achter wat Tim maakt. Dat is voor ons een reden om ook niet meer met de ouders van Tim bevriend te zijn. Ja. Ja. Vind je dat lastig dat jouw ouders zich heel vaak hebben moeten verdedigen? Jawel, het is over hetgeen wat jij hebt gemaakt. Het is niet leuk als het naar buiten komt dat je zo'n rotjoch bent en terwijl je het helemaal misschien niet zo bedoeld had. En als je daardoor een soort van vrienden verliest voor je moeder en voor je vader, is het natuurlijk wel heel rot om mee te maken natuurlijk. Soms denk ik wel eens van, als je boeken schrijft, kan je zeggen op je 20ste, je hebt je eerste boek van, dit ga ik de rest van mijn leven doen. Iets wat jij misschien minder zomaar kan zeggen. Want een vloer van 50, ik weet niet of ze bestaan. Nee, maar, ik ook niet. Ja, dus ik hoop dat je je weg via dat vloeren ook naar andere paden kan vinden. De volgende dag zijn we in Gent, de woonplaats van Herman Brusselmans. Hier leeft hij een teruggetrokken leven zonder social media. Het is wel wat anders dan de hele dag online zitten op je telefoon. Ga je dat volhouden? Ja, tuurlijk wel. Ik ben niet verslaafd, maar het is even wennen, denk ik. Offline leven is zeker wel 4-5 jaar geleden, hoor. Toen ik dat voor het laatst heb gedaan. Het is hier? Ja. Kom maar, jongens.
Ja. Wennen hoor, in België. Ziet er ook goed uit hoor, voor veranderingsbart. Mm. Petit brat op de vloer. Ja. Ja, zijn dit je favorieten? Drie favoriete Nederlanders, ja. Herman woont midden in het historische centrum samen met zijn vriendin, die een stuk jonger is dan hij. Hey, we zitten hier, is het drumstel. Drumstel zie je. Hier is mijn geliefde vriendin, hier is een bank. Kom, we gaan even naar het water. Okay. Zo'n balkonnetje. Ja, balkonnetje, ja. Tim, dat is de leien, dat is de trotse heel mooi. Je moet niet dronken zijn hier hoor. En daar is het continu een komen en gaan van toeristenbootjes, hè. En dit is de treurwilg, Tim. Dat is een boom die echt bij mij past, hè? Die treurwilg. Deze boom? Ja. Maar vind je jezelf ook een beetje een treurwilg? Ik ben een treurwilg. En waarom dan? Melancholisch, nostalgisch, depressief, zwartgallig. Arme Lena. En Lena zorgt ervoor dat dat beter is, hè, dan voorzien. Ja. Ja, ik ben wel tevreden over de invloed van Lena op mijn leven. Ja. En waarom ben je dan melancholisch? Zo geboren. Ja. Ben jij melancholisch? Dat je zo, nee? Nooit triest of zo? Of, nee? Nee, ik ben wel altijd blij. Is het vrolijk. Ja? Jawel, ja. Ja, soms heb je wel momenten, maar ik ben wel altijd vrolijk. Ja. Megacholisch. Zo. Ja, megacholisch. Ja, dat is een heel moeilijk woord. Ik weet in godsnaam niet wat het betekent eigenlijk, maar ik zie het wel eigenlijk hoe Herman dan vandaag de dag doorbrengt met mij. En dan is het tijd om te pronken. De laatste boeken die zet ik hier altijd op tafel voor de mensen. Een beetje van, bij wijze van publiciteit. Hè. Ja. Kijk, dit is dat boek van 835 pagina's. En dit is gebaseerd op de relatie met jou en Lena? Ja. Eigenlijk gaat het alleen over het eerste jaar van onze relatie. Dus er komt ooit komt er nog een veel dikker boek. Hoe is dat voor jou, dat Herman zoveel over jou schrijft? Ik schrijf niet zo heel veel over mij. Alleen, ik kom er wel veel in voor als personage. Ja. Maar wie ik echt ben of zo, komt niet echt naar voren in die boeken of zo. Hoe oud ben jij? Ik ben 27, ik word 28. Ach, goed gedaan hoor, Herman. Het is ook zo flauw, zo, ja, alleen om de leeftijd. Het is geen kwestie van, ik heb een jong persoon uitgekozen. Of ik wil bij een jong persoon zijn, ik wil bij Lena zijn. Ja. En die leeftijd, ja, oké. Okay. Mensen hebben daar wel een beetje een rare kijk op van dit is niet normaal en dit is niet natuurlijk en dat leeftijdsverschil is te groot en hij had haar vader kunnen zijn. En... Ja, ik hoor zo, soms heel vreemd via vrienden of zo, dat ik hoor dat mensen ons gezien hebben ergens op straat. Ze hadden gezegd, oh gadver, dat we zaten te kussen ergens op een bankje of zo. Dat hoor je dan via dat mensen daar wel over praten, ja. Maar ik bedoel op social media dan ook, want heb jij wel Instagram? Ik volg dat niet, nee, ik doe daar niet ook aan mee. Ook geen Instagram, nee, ook helemaal niks. Nee, ook offline. Niks. Nee. Ja, dat hij niks met social media doet, ja, kan ik begrijpen, maar zij is toch wel van mijn generatie ongeveer. En ik stond wel een beetje te kijken van dat ze geen Instagram had, geen Facebook, geen Snapchat, helemaal niks. Maar ja, misschien, weet je, misschien komt het ook wel door hem, toch? Want is het ook soms dat mensen zich dan afvragen, maar wat vind jij dan geil aan Herman? Want Herman is zoveel ouder. Well, misschien vind ik dat ook wel. Ik viel altijd wel op wat oudere mannen. Zo, ja. Maar ik weet niet echt waar dat in zit. Ik val uiteindelijk gewoon op de persoon, Herman. Hè. Ik was op alle leeftijden op Herman gevallen. Als jullie daar staan te praten, dan kijk ik naar Herman's kontje. Heel goed, heel goed. En heeft hij een goed kontje? Ja, Herman heeft best nog wel een leuk kontje. Maar hij heeft lang gevoetbald natuurlijk. Hij heeft ook van die voetbalbeentjes nog. Ben je bang dat op een gegeven moment gaat inzakken? Ja, nee, maar dat zou me ook helemaal niks interesseren. Nee, ik draag Herman. Kijk, de bedoeling is dat ik heel oud word, dat we nog heel lang kunnen samen zijn. Ja. En heel oud, dat is over niet zo lang. Over 20 jaar ben ik 80. Ben je wel eens bang dat je niet uit gaat worden met Herman? Ik ben daar obsessief mee bezig natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar ja, waarom denk ik dat ik wil dat hij stopt met roken? En dat ik hem elke dag 3 avocado's geef? Ja, ik zeg je eerlijk, hij doet het goed hoor. Ik bedoel, Lena is een mooie vrouw. En proficiat voor hem hoor. Ze hebben geen liefdesdokter meer nodig. En Herman, jij gaat Tim vandaag laten zien hoe jouw dag er uitziet als Lena er even niet is. Kijk, we hebben geluk. Het is lekker weer. We kunnen Gent wel gaan rondlopen. Hè. Ik ben niet een man die heel veel dingen doet. En jouw leven speelt zich vooral af dus... In een straal van loopafstand rond mijn huis, ja. Ga je Lena even heel intens gedag zeggen? Want die zie je de komende 2 uur niet. Schattig. Nog even een bubbelingen, Herman. Ik denk dat Tim mijn leven sober had vinden, redelijk simpel. Ik leef vooral thuis, hè. Dus ik ben niet iemand die de stad heel goed kent zelfs. Meisjes, ze maken ons kapot, meneer. Ze maken ons te zot, meneer. Nou,
Nou, Herman, veel liefde hoor, krijg je. Ja, toch? Hallo. Zit je nou weer naar al die jonge meisjes te kijken, hè? Oh, maar ze zeggen zelf hallo, wat moet ik zeggen? Meisjes. Deze vier straten, hier beweeg jij je dus, meestal. Hier loop ik geregeld, ja. Tim zou die Tim niet zijn als hij deze dag niet met zijn volgers zou delen. Nou, Herman, we zijn lekker in Gent. In het centrum van Gent, hè? Dat is wat anders dan in Almere, hè? Dat hectische gedoe. Ja. Je moet wel even in de camera kijken, Herman. Oké, je moet in de vlog kijken. Dat is bij dat vloggen. Is dat dus echt op in, camera? Ja, hier is de camera. Je moet niet hier kijken naar jezelf, maar in de camera. Ja, maar ik keek zo wat rond. Zo. Ik dacht, altijd in die camera kijken. Dat is wat anders dan, hè? Ja. Hallo! Eigenlijk zit je telefoon tussen jezelf en de werkelijkheid. Hoewel je die aan het filmen bent, mis je dan niet zo... De echtheid bedoel je? Ja, soms vergeet ik die wel dan. Ja, soms. Precies. Ja, dat is wel zo, ja. En het is een tweede werkelijkheid eigenlijk, hè? Ja, het is de werkelijkheid bekeken door een scherm. Ja. Ik zie dat anders. Ik bedoel, ja, dat is mijn wereld en zijn wereld is meer van... gewoon in het echt mensen ontmoeten en in het echt met mensen praten. En via mij is het dan via mijn Instagram of via social media. Kijk jongens, dit is de Leie dus, hè. De Leie, de rivier, de Leie. Ah. Ja, ben je moe? Dat is kapot. Kapot, jongen. Gaan we nog wat doen eigenlijk vandaag? Nee, jongen, helemaal, of, dit is eigenlijk hoe jouw dag eruit ziet. In de zomer. Lopen. De zomerse dag, een beetje lopen. 10.000 stappen in moet je doen per dag. Ja. Nou, ik doe er zo gemiddeld 24.000. En, dat is niet waard. Nee, dat snap ik ook wel. Maar goed, ja, weet je, ik ben 61, al dat lopen, ben stik kapot. Ik heb vannacht, hè, je weet, vannacht was ik laat thuis. Ik heb dan nog 1,5 uur seks gehad. Lena is 5 keer of 6 keer klaargekomen. En ik geen enkele keer, maar ja. Maar dat heb je voor Lena over. Als man, als feminist moet je daar tegen kunnen. Hè. Is het heel bewust dat je je wereldje zo klein houdt? Ja, het is gewoon zo dat ik... Geef mij eten en drinken en Lena en een paar boeken en ik zou 3 weken kunnen binnen mijn 4 muren blijven. Dan zit je goed. Dan zit ik goed. Wat voor zou jij het saai vinden als je dit leven zou leiden? Dit leven? Ja, ik zou me denk ik wel gauw vervelen hoor, denk ik. Ja? Ik vind dat hij misschien wel meer uit zijn leven kan halen hoor. Ik bedoel, ja, je kan wel misschien... Ja, hij ging ook niet mee sporten toen hij met mij was, dat is ook wel jammer. Maar ja, dat lopen en dat schrijven, het is voor mij allemaal wel een beetje saai, eerlijk gezegd. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Wat wil je drinken? Koffie. Kopje koffie. Ja? Niks alcoholisch? Nee. Al 25 jaar niet meer echt. Ja, het leven was een stuk minder saai als je drinkt. Maar goed, ja. Anders zat ik hier niet, hoor. Had ik doorgegaan op hetzelfde tempo, dan zou ik hier nu niet zitten. Dan was ik dood. Een fles whisky per dag en 20 biertjes per dag. 20 biertjes per dag? En een fles whisky, dat is te veel, hè. Ja. Ik kreeg dan paniekaanval en angstaanval en zo. En ik schrikte pil en dat hielp allemaal niet. Maar als je echt zuipt en zuipt, dan gaat die angst buien weg, hè. Dus het was eigenlijk een middel tegen de angst, dat zuipen. Waar kwamen die angstaanvallen vandaan? Geen idee. Ik moet wel zeggen dat ik heel veel dierenleed gezien heb. Hè. Mijn vader was een veehandelaar, hè. Die verkocht en verkocht koeien. En daar ging ik mee toen ik nog heel klein was, 5, 6, 7 jaar, bij die boeren en zo. En daar werden die beesten soms echt geslagen. En... Maar je kunt niet weg, hè. Je kunt niet zeggen als je 7 bent, ik ga weg uit dit milieu. Je moet dat... ja. Ik moest mee naar slachthuizen en veemarkten. En dat heeft me wel jarenlang, tot nu toe, eigenlijk achtervolgd in mijn nachtmerries. Dierenleed. En lijk je in sommige opzichten op je vader? Ja. Mijn vader was vrij opvliegend. Hij sloeg ook wel. Was je wel eens bang? Als jong? Absoluut, absoluut. En misschien komen die angstaanvallen van later, komt dat daar wel vandaan, maar dat weet je ook niet. Maar op een bepaald moment was mijn broer 16, 17 en ik 15. En toen hebben we met z'n tweeën totaal in elkaar geramd. En toen was het gedaan. Toen was hij bang voor ons. Ja. Ja, het is zeker wel heftig om te horen als iemand mishandeld is, ook door zijn eigen vader. Het is nooit leuk om te horen, maar het is eenmaal wel gebeurd. Herman heeft na zijn alcoholisme zijn leven gebeterd. Ook Tim is hard bezig om op het rechte pad te komen.
Maar er is nog één zaak uit het verleden die hem achtervolgt. Nu moet je in april voor de rechter verschijnen. Omdat je ervan wordt verdacht dat je een meisje zou hebben gedwongen tot seks. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, ook lastig. Omdat ja, de media die zet het altijd wel erger neer dan dat het is. Nu staat er eigenlijk dat ik een pedofiel ben, terwijl ik dat totaal niet ben. Ik was zelf destijds ook 16, 17. En zij ook. Als het gaat om het gedeelte van dat zij is gedwongen tot seks met jou? Ja, ik bedoel, we hebben samen een relatie gehad van een jaar, anderhalf jaar. Ik bedoel, we hebben allebei het heel leuk gehad. Ze was eigenlijk mijn jeugdliefde. Mijn eerste liefde en nee, dat klopt totaal niet. Je zou ook foto's en filmpjes waar jullie seks hebben gedeeld met andere scholieren? Ik bedoel, het was gewoon, we hadden gewoon een relatie en ik bedoel, dan maak je gewoon één, weet je, je maakt die dingen samen. Ik bedoel, daar ben je samen over eens, maar ik zou het nooit hebben gelekt voor dat meisje. Ik bedoel, ik vond haar hartstikke leuk, was hartstikke verliefd op haar, hoe zou ik het dan lekken? En je hebt ook haar vader bedreigd. Ja, dat staat er in de media. Ja, dat staat er ook in. Ik bedoel, misschien zijn er wel wat woorden gevallen of zo, maar bedreigd, nee. Alleen ja, ik vind het zelf ook een soort van een beetje vaag. Want na de aangifte heb ik haar gewoon nog meerdere keren gezien in Nederland. We hebben samen gewoon nog gehangen, we hebben gechilled, weet je. Ik bedoel, terwijl die aangifte dan liep. Dus aan wie ligt het dan? Aan haar of aan de ouders? Wie heeft de aangifte dan uiteindelijk gedaan? Ja. En als je dan aan haar vraagt, oké, maar waarom heb jij aangifte gedaan van het feit dat ik jou heb gedwongen tot seks? Wat is dan haar antwoord? Ik heb niet echt het moment gehad dat ik dacht bij mezelf van, oké, ik moet het aan je vragen. Of het zit in mijn hoofd of zo, weet je. Ik was het destijds denk ik gewoon vergeten, maar ja, ik weet wel dat ze... Je hebt nooit aan haar gevraagd waarom doe je aangifte van het feit in dat het ik jou niet, zou nee. dwingen tot seks, terwijl ik dat nooit heb gedaan? Nee, in het echt heb ik haar niet daarover gevraagd, nee. Maar het is nogal een beschuldiging, hè? Als ik zeker. Zegt van, je hebt me gedwongen tot seks, waar jij zegt dat is nooit gebeurd. Nee, maar dat vind ik ook echt zeker een beschuldiging, wat gewoon... Het klopt gewoon niet. Ik bedoel, we hebben anderhalf jaar gewoon een hele leuke relatie gehad en we hebben het allebei gewoon gewild. Weet je, de seks dan. Ja. En nee, dat klopt niet. En wat denk je wat dit voor je imago doet? Ja, kut natuurlijk. Niet leuk. Ik bedoel, als oudere mensen of wie dan ook het ziet in de media, die denken ook bij zichzelf, wat een rotjoch. Wat een klootzak, terwijl ik totaal niet zo ben. Ik denk wel dat het een integere jongen is. Ja. Die een paar jeugdfouten gemaakt heeft, maar die nu wel heel erg bezig is met het rechtzetten van die fouten. En die wel op het rechte pad wil lopen. Ja. Ik denk dat het een integere gast is. Twee dagen lang zijn de tegenpolen met elkaar meegelopen. Hoe kijken ze nu tegen elkaar aan? That's life. That's life. That's what all the people say. Nou mannen, het zit erop. Dit was het. Dit was het. Twee dagen ja. Hebben jullie met elkaar meegelopen. Uren en uren samen geweest. Hè? Ja. Ja. En wat vond je ervan? Wel, ik kende Tim niet, hè, omdat ik niet in die wereld van Floor zit. Yeah. Maar wat ik gehoord had, was dat hij een soort van bad boy was. Hè? Dat hij dingen op zijn kerst ook had. En dat is me heel goed meegevallen. Ik vind een hele lieve, leuke jongen. Bedankt. Een beetje stil eigenlijk. Ik had meer verwacht van een vlogger dat hij... Ja, zo meer expressief zou zijn en zo. Maar Tim is in feite een beetje een stille jongen. Ja. En wat vond je van dat hele online leven? Nee, het is niks voor mij. Nee. Ik zou het zelf nooit doen. Als Tim zegt, dit is mijn leven, dit is mijn vak, dit is wat ik doe, dit is wat ik graag doe, enzovoort. Alle respect, maar het is niks voor mij. Wat was jouw beeld van Herman, voordat je met hem ging meelopen? Ja, ik kende u niet echt. Ik had wel een beetje gegoogeld. En ja, ik denk, wat ik dacht, sowieso een heel rustig leven. Wat ik ook heb gezien deze dag. Denk je nu, shit, dat wil ik ook meer? Nee, zeker niet. Eigenlijk wat ik nu doe, vind ik hartstikke leuk. Dat drukken en dat volle agenda. Alleen ja, één keer per week zou ik het wel kunnen, maar elke dag, nee. En ga je nu ook een boek van Herman lezen? Misschien ga ik wel een keer een columnpje of zo van u lezen. Ja, oké, ik zal een heel kort columnpje schrijven. Ja. Kort, ja, voor de VARA. Geen 800 bladzijden. Nee, 8 regeltjes, Tim. Dat is wel leuk. En Herman, gaan we jou ooit nog op social media zien? Nee. Fuck de social media! Gaan we jou ooit nog met een oude vrouw zien, Herman? Fuck de oude weven! Oké. Nou, heren. Nou, veel liefde. Ja. Heel veel liefde. Heel erg bedankt voor de afgelopen twee dagen. Kijk, ik heb nu twee dagen te maken gehad met de social media. Met iemand die daar volop in zit. Die daar ook veel over praat. Ik wil daar nu weer graag uitstappen en achter mijn bureau te gaan zitten schrijven. Ja.
Tot ziens, hè. Misschien. Tot ziens. Ja, tot ziens. Later, man. Het eerste wat ik ga doen is denk ik toch wel mijn telefoon pakken. En even kijken hoeveel berichtjes ik heb gehad. En dan ga ik er vandoor.